Hoi allemaal, voor het volgende bloemetje heb je nodig een vierkant stuk papier, nog een klein gekleurd stukje papier, een schaar, iets om te schrijven en lijm. Als eerste pakken we een stukje papier, deze stukje schuif eventjes aan de kant, dat is niet voor nu. En dan gaan we vouwen. We vouwen dit tipje helemaal naar daar. Zo. En dan wordt ons vierkant geen vierkant meer, maar een driehoek. Je driehoek die gaan we een beetje kleiner maken door dit tipje naar daar te plooien. Dus van hier helemaal naar daar. Dus we hadden eerst een grote driehoek en nu hebben we een kleine driehoek. We gaan die kleine driehoek nog kleiner maken. Dit tipje brengen we naar daar. Nog een kleinere driehoek. Zo. En nu gaan we die draaien. En dan gaan we moeten tekenen en knippen. Maar let op, we gaan tekenen waar dat die open kan. Dus hier, waar dat ze open kunnen, gaan we een boogje tekenen. Dat wordt ons bloemblaadje. Kijk, ik pak iets om te schrijven. En dit is het open stukje. Die heb je nodig. En dan teken je een bloemblaadje. Zo. Ik zal het eens van dichtbij laten zien. Dit lijkt niet op een bloemblaadje, het lijkt zo eerder op een half boogje. Maar dit heb je dus nodig. En dan gaan we dat uitknippen. Zo. Ik knip dat uit. Zo, ik heb het uitgeknipt. En als ik dat nu helemaal openplooi, dan krijg ik een bloemetje. Nu is mijn bloemetje nog niet klaar. Dus wat ga ik doen? Ik neem mijn lijm. Ik zet mijn lijm op een ander stukje gekleurd papier. Ik trek er een cirkeltje rond, zodat ik een cirkel kan uitknippen. Zo, als ik er nu rond ga, kijk, dan heb ik hier een cirkel getekend. Ik knip dat cirkeltje uit. Heel voorzichtig. Zo. Ik pak een beetje lijm. Ik doe er lijm aan. Ik plak die hier in het midden. Zo. En nu ga ik mijn bloemblaadjes nog een beetje verder inknippen. Maar een klein beetje, niet te ver. Dat ze echt op bloemblaadjes lijken. Kijk, dan komen ze zo'n beetje los. Zo. Zo. Dan zetten ze een beetje los. Zo zeg. Voilà. Een bloemetje gemaakt.